Minister van Buitenlandse Zaken Yıldız Polat-Biglil heeft gisteren in de Nationale Assemblée aangegeven dat de Nederlandse ambassadeur in Suriname nu niet opportuun is. Ze gaf daarmee antwoord op vragen van parlementariërs waarom de regering de agrementverlening van de Nederlandse ambassadeur Anne van Leeuwen heeft ingetrokken. Eerder in de week werd bekend dat Suriname de agrama-verlening voor toelating van de nieuwe Nederlandse ambassadeur heeft ingetrokken. Er werd geen reden daarvoor opgegeven. Van Leeuwen zou de vertrekkende ambassadeur Ernst Noorman vervangen. Op dit moment zal de regering niet toestaan dat er een Nederlandse ambassadeur wordt toegelaten, zegt de minister. Er is daarbij van belang te melden dat het proces van agrementverlening geheel gelegen is in handen van het land dat moet ontvangen, en in dit geval de Republiek Suriname. Als het gaat om de aanvullende vraag gesteld door het lid Yogi, ik denk, is het gebruik? Er werd gevraagd als het gebruik is in de diplomatie, lid B of het lid Yogi, wil ik aangeven dat het heel belangrijk is dat we aangeven dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de waker is van de diplomatie. Dus u mag erop rekenen dat wij nooit tegen de diplomatie zullen handelen. Wat we doen is altijd in context met de vigerende regels die er bestaan in het internationaal verkeer. Aldus Yıldız Polat-Biglil, minister van Buitenlandse Zaken. In het parlement gaf ze aan dat het nu niet opportuun is om een Nederlandse ambassadeur in Suriname toe te laten.